Hey Raymond, hoe gaat het? Goedemorgen. Ik kom eventjes die compartimenten bekijken. Doorgangetjes alleen. Ja. Nou, dat was een heel werk, hè? Die bodemfolie overal naartoe slepen. Die zit er netjes in allemaal. Zijn de puntjes op de i, Raymond? De puntjes op de i. Oh, jullie hebben erop gesplitst. Heb je nog lang te werken? Raymond, heb je nog lang te werken? Het is een heel gekruip in ieder geval. Die lekkage van de... Dus daar zitten we nou onder. Kijk, dan waren de bovenburen niet aangesloten op het riool. Dus dan weet je wat voor een feest het hier was. Voor jarenlang. Ja. Ja, dat is netjes opgelost allemaal door de loodgieters. En wij hebben mooi nog kunnen isoleren. Gelukkig op tijd, want anders was heel onze planning in de soep gelopen. Met heel dit complex. Achter de slotjes in Oosterhout. Kijk, dus vanaf dit is het referentiekader, het huis, zeg maar, waar, zoals ik al zei, de poep van de bovenburen door de verbouwing van de net niet vakmannen, zeg maar. Die waren even vergeten om het riool van de bovenburen op het hoofdriool aan te sluiten. En dat ging dus free running, free running, free Willy. Hey man, hoe is ie? Hey, alles goed? Even raken. Oh. Vanaf die kant is ook alles netjes gedaan. Je hebt hier nog wel even nodig, denk ik. Dus het laatste stukje. Oh, het laatste stukje, oké. Ja, ik wou eventjes al die compartimenten laten zien dat het allemaal netjes gedaan was. Oh, je kan het door. Even kijken. Ja, en dan voor alleen bij de ingang nog een stukje bodemfolie moest dan nog gemaakt worden. Hè? Dus, deze heb jij net gemaakt hier. Nee, dat is niet op de bel. Oh, oké. Het is toch wel even uit, hè? Ja, en dan hebben we ons wel verkeken inderdaad. Hè? Al die bodemfolie, kijk, er zijn lange lellen. Als je die opvouwt zijn toch wel wat kilo's. En dan heb je dat in een pakketje, moet je hier... Helemaal samenwerkend doorheen slepen. Hè maat, dan was het de grootste ellende. Dus sloop je natuurlijk. Er zijn heel wat meters die je tijgerend en kruipend moet afleggen. Kijk, hier moet het al werken van deze kant naar die kant. Zo, door, kijk zo. We nemen dadelijk alle rotzooi van. Mee naar voren. Vanaf hier moet alles klaar zijn. Wat zien we hier? Laten we kijken of er wat erin komt. Ja, al die ophanging is ook veel al rot geworden door het vocht. Daar hangt hij nog wel netjes. En we hebben de steentjes ondersteund. Oh, kijk eens zo. Ook netjes tot vooraan. Hier ook. De ventilatiepijpjes komen daar naar binnen. Nou, het wordt een lang filmpje, want we zijn op de helft. Even kijken wat we hier hebben gemaakt. Lastig met z'n hebben ze hier een los stukje tussen gelegd.
wel acceptabel. Er komt hier geen grondwater. Alles is netjes afgedekt. Er ligt er boven nog een folie onder. De pijpen zijn in het midden, allemaal ellende. Voor ons dan. Kijk, en dit is het, hè. Zijn het dom van. Dus achter de slotjes in Oosterhout van Borssel, Borsselenstraat. Nogmaals, als je hier een appartement bezit, dan is dit filmpje interessant, anders waarschijnlijk niet. Oh, maar dan weten jullie wel hoe het er onderuit ziet. Rustige ruimte dit. Zo. Kijk. Oh, en hier was een speciaal verzoek van de mevrouw en van haar zoon. Wat de loodgieterswerk had gedaan. Flap dicht. Dat is ook beter zo. Nou, dat heeft uw zoon hartstikke mooi gedaan. Beter als... De net niet vakmannen op het andere adres hiervoor. Twee, drie appartementen naast. Die hadden er echt een bende van gemaakt. Lekkages. Dat ken je gewoon niet. Dus dat is ook heel belangrijk. Hè, dat je, als je mensen in je huis laat werken. Dat je wel mensen hebt die verstand van zaken hebben. In de zin van zaken. Van vooral de zaken die ze ten uitvoer moeten brengen. Technisch gezien. En niet alleen van... tellen, hè? Aan het einde van de factuur. Hebben ze het opgevuld, die overgang met een folie. Kijk, en hier. Dit was een draak van een hok. Maar, wel, kijk weer, die mooie flexleiding. Allemaal netjes aangesloten. Heeft die goed gemaakt. Achteraan de folie. Zo, hoppakee, kijk eens. Oh, ja, dit was de laatste al. Oh, dit was de laatste. Nou, 12 compartimenten heb ik gelaten zien. Als er nog vragen zijn, dan kunt u nog een kantoor bellen. Ik zou zeggen, ik ben nu al redelijk... Redelijk op adem aan het komen. Gewoon heel erg gekruip. En dan heb ik nog rustig gedaan. Laat staan met al die spullen. En die bodemfolie op je buik doorgeven. Door die gaten. Dat is gewoon een hels karwei geweest. En ik denk dat we het zo met z'n allen netjes hebben gedaan. In een paar dagen. Vandaag maken we hem netjes af. En die twee jongens nog aan het doen. En dan is het genieten, hè? Genieten. Subsidie aanvragen en genieten. Oké. Ik hoop dat het duidelijk is. Oké. En dat jullie het waarderen natuurlijk, hè? Dag.